Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Weinig wolken boven Nederland. We hebben een zonnige start met wat sluierwolken. En in het zuiden, daar drijft dan net iets meer bewolking rond. Maar ook daar zal de zon nog flink schijnen. Vanochtend temperaturen van 16 of 17 graden. En een matige tot vrij krachtige Noordoostenwind. Vanmiddag neemt de wind misschien nog iets toe vooral langs de wadden. Maar de zon blijft flink schijnen. In het zuidoosten zou nog een enkele bui met onweer kunnen vallen. En de maxima liggen in de buurt van de 25 graden in het binnenland. Vanavond 20 graden, het koelt langzaam wat af. In het zuiden misschien nog een enkele bui, maar verder is het droog en vrij helder. Dat heldere weer dat houden we morgen voor een deel nog wel vast, hoewel we meer sluierwolken zien. En in het zuiden, het zuidoosten, kan nog altijd een enkele bui vallen. De wind begint al wat verder naar het noorden te draaien, trekt nog wat meer aan, en dat betekent op de wadden een graad of 15-16. Landinwaarts wordt het nog wel meer dan 20 graden. Nou, dat lukt zaterdag niet, want dan wint de koude lucht echt terrein. Het wordt 12 graden met de pinkste dagen, een graad of 13. Het weerbeeld is een stuk wisselvalliger met duidelijk minder zon en de wind speelt een belangrijke rol. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.